Beste inwoners van Bokstel, Liemde en Lennensheuvel. We staan weer op de jaarlijkse tweesprong. We kijken terug op 2012, maar we kijken vooral naar 2013. Er is wel één constante factor. U bent de hoofdrolspeler. Alle ruim 30.000 inwoners van onze gemeente maakten 2012 tot het jaar waar het was. En ook in 2013 maken we het jaar samen. Soms letterlijk. Dan werken inwoners, gemeenten, ondernemers en instellingen samen aan onze gemeenschap. Dat gebeurt in grote en kleine zaken. Maar ook als er niet bewust wordt samengewerkt, dragen we als individu bij aan onze gemeenschap. In overgrote meerderheid gaat het daarbij om positieve bijdragers. Elke bijdrage bepaalt mede het gezicht van onze gemeenschap in een jaar. Alleen als u volkomen stil zit, levert u geen bijdrage. En die woorden, die kan ik rustig uitspreken, want in onze gemeenschap zit eigenlijk bijna niemand stil. Maar laat ik beginnen met de stoel waarop ik nu zit. Vorig jaar zat daar nog een heel ander type dan ik. Onze vorige burgemeester, Frank van Beers. Hij blikte toen terug op 2012. Afgelopen zomer nam hij afscheid van ons als burgemeester en wellicht had u verwacht dat er nu inmiddels een opvolger zou zijn benoemd. Dat is echter zo'n zorgvuldige en uitgebreide procedure dat ik de burgemeesterspost hier mag waarnemen. Iets wat ik graag en met veel plezier doe en reeds 3 maanden gedaan heb. De afgelopen maanden dacht u mee over de persoon van onze nieuwe burgemeester. En pas hoorden we dat er maar liefst 36 sollicitanten zijn. U en ik zijn eigenlijk niet verrast over dat aantal. Bokstel is immers een verschrikkelijk mooie gemeente. De komende maanden zal duidelijk worden wie de nieuwjaarsboodschap van 2014 zal uitspreken. Eigenlijk doet het er niet zoveel toe wie hier zit. De energie, de ideeën en de ambities komen namelijk vooral van u, uit onze gemeenschap. Daarom is één van mijn grote wensen dan ook om in mijn tijd als waarnemend burgemeester samen met u de goede richting in te slaan als het gaat om de participatie van de gemeente in de gemeenschap. Nee, ik wil niet van u bij die gemeente. Het is namelijk niet zo dat u moet gaan participeren. Dat doet u al lang. Zoals ik al zei, bent u met zijn ruim 30.000 degene die onze gemeenschap maken. De gemeente als overheidsinstelling die u vertegenwoordigt, die moet participeren. Het woord burgerparticipatie zou ik dan ook maar willen schrappen. Zonder gemeente is er nog steeds een gemeenschap. Maar zonder inwoners is er geen gemeente. Het is wel zo dat de gemeente, uw lokale overheid, voor u kan werken aan uw ambities. En aan het helder krijgen van de verschillende belangen in die ene gemeenschap. Met Spil in Liemde en Centrummanagement in Bokstel zijn in 2012 al afspraken gemaakt over deze overheidsparticipatie in de gemeenschap. In 2013 gaan we op die toer verder, tenminste, dat is een grote persoonlijke wens van mij. Waar we natuurlijk ook in 2013 mee doorgaan, is het werken aan uw ambities. In 2009 zijn die opgesteld, iets waaraan toen ruim 1000 inwoners hebben meegewerkt. Ze zijn sindsdien de leidraad voor wat we doen bij de gemeente. Duurzaamheid, werkgelegenheid, sterk centrum, toerisme en recreatie, prima woongemeente en modern bestuur. Het allerbelangrijkste wat ik u en ons allemaal wens is geluk, gezondheid en voorspoed. En laten we vooral elkaar eens een handje helpen dat te krijgen. Het gemeentebestuur, de gemeenteraad, wenst u allen voorspoedig 2013.